Yo kijk, Sjerk Snel, mijn naam is Wessel. Vandaag ben ik terug met een nieuwe FIFA 20 video. Dit is niet zomaar een FIFA 20 video. Dit is een FIFA 20 video tegen Kermit de Kikker, of niet Kermit? Ja, dat klopt Wessel. Ik ga je onderuit halen met FIFA. Ja, dus kijk zeker het kanaal in de beschrijving. Dat is dus het kanaal van degene die Kermit speelt in deze aflevering. Neem het vooral niet te serieus, want ja, we gaan gewoon lekker spelen. We gaan gewoon lekker een leuke video maken. Ik kan je maken met FIFA. Wat leuke video. Wat? Kermit, wil je me alsjeblieft niet onderbreken als ik mijn intro aan doe, man. Gewoon even mee kappen. Nee. Dus laten we meteen de wedstrijd gaan beginnen. Inderdaad, tijd om wedstrijd in te maken. Fucking Kermit. Dus, de teams die we hebben gekozen zijn de Champions League teams voor woensdag Paris Saint-Germain. Kermit, laat me nou eens uitpraten. Nee. Kom op, laat me nou eens uitpraten. Waarom doe je dit de hele tijd? Omdat ik het leuk vind. Oké, nou in ieder geval... Real Madrid tegen Paris Saint-Germain. Ik speel Paris Saint-Germain. Hij speelt... Ik speel Real Madrid! Stop nou eens. Ik ben even aan het woord. Jij mag zo meteen. Nee. Kermit speelt dus Real Madrid. Hij is echt ga heel... Ga niet zeggen dat ik irritant ben of zo, hè? Hij is heel irritant. Nee. Dus ja, laten we meteen gaan beginnen. Ja, doen we dat. De aftrap. Ja, klopt. Oké, Juan Bernat hier aan de bal. Misschien kunnen we nu een aanval creëren tegen Kermit. Ja, Mbappé. Ah, goed verdedigd. Wat goed denk verdedigd, je jongen. Goed verdedigd. Goed verdedigd. Lekker voor je. Ik heb de bal. Ik heb de bal. Ik heb de bal. Oké, hier gaat Kermit weg. Ja, klopt. Ik heb de bal. Nee. Vinicius Junior. Hij is er langs. Ja. Hoe doe jij dat? Kom op. Hou hem tegen. Kermit mag niet scoren tegen mij. Wat die bal je wegwerken. Nee, op dit moment gaat goed. En meteen op de counter gaan natuurlijk. Oh, ik ga scoren. Hier is Kermit weer. Ja, klopt. Een aanval van Hazard. En ik ga binnenkort proberen te zorgen dat ik kan sporen. Dus je bent hier lang verder. Oké, hij is er langs. Hij geeft hem voor en nee. Nee. Ah, lekker voor je. Ik ben veel beter dan jou dan FIFA. Dat heb je toch gezegd? Fucking Kermit. Ja, lekker voor je. Ik ben veel beter dan jij. Ja, oké. Dat was natuurlijk een mooi doelpunt. Je hoeft me niet uit te lachen. Ik weet dat ik niet zo goed ben in FIFA 20, maar... Ja. Man, ik sta achter. Ja, klopt. Lekker voor je. Ja, je kan wel lopen kutten, maar dat heeft echt geen zin. Want ik kom toch nog wel terug. Dat weet je zeker? Maar het was wel een mooi doelpunt, dus lekker voor ja, je. Het was een mooi doelpunt. Het was een prima uitgespeeld doelpunt. Slecht verdedigd van mij. Ik kan goed koppen. Ja, mooie kopbal, man. Jazeker. Oké, moet zien terug te komen. Hier is Mbappé er langs. Ja, nu ben ik er een keer vandoor. Lage, strakke voorzet. Nee, niet uitlachen. Dat deed ik niet expres, jongen. Ja, lekker voor je. Ik ga aan de bal. Ik ga je voor je winnen. Oké, hier is Juan Bernat. Ja, nu ga ik een doelpunt maken. Mbappé schiet Goeie rebound, keeper, rebound. Kom op. Nee. Ja, goed gekiept. Mijn keeper is beter dan jou. Het is misschien ook de hoogste tijd dat jij gaat focussen op de wedstrijd. Ja, ik weet het, man. Het is lastig. Het is lastig om te focussen. Want ik speel tegen een fucking kikker. Racist! Ja, sorry. Ik speel tegen een kikker. Je bent de kikker, dat weet je zelf ook. Ja, klopt. Niet beledigd voelen. Ik voel me beledigd. Maar hij is hier weer door. Ja, klopt. Benzema aan de bal. Ja. Goed, gewoon goed blijven verdedigen. Ja. Hij schiet en in de handen van mijn keeper. Ja. Verdomme, ik wil scoren. Hier is Mbappé, Juan Bernat. Ja, nu ben ik er weer vandoor. Nu moet ik even snel doen, maar ik wil niet dat jij wint van mij. Dan sta ik natuurlijk wel verschut voor... Ik kan je verlul zetten. Kom op, alle FIFA-kijkers. Ja, inderdaad, ik kan je verschut zetten. Oké, hier is Neymar. Die is natuurlijk een stuk beter. We gaan met tackle. Oké, dit is een rood Kermit, wat doe je? Kap daar eens mee. Waarom doe je deze overtreding? Ik ben winnen. Dit is toch niet leuk? Jawel, ik vind het leuk voor jou. Vrijtrap, als het een rode kaart is, dan is het klaar, dat weet je. Nee, klopt. Ja, ik wou net zeggen. Oh ja, sorry. Oké, wat voor kleur kaart gaat het worden? Ik hoop groen. Nou, ik denk... Geel? Waarom geel? Ik ben groene kut. Ik ben kikker. Ja, ik kan wel uitlachen, maar dit is duidelijk rood. Moest kijken, was er doorheen. Ik ben gewoon slim. Hij raakt de bal... Ja, kom op, FIFA, dit is rood. Waarom ben je schoon? Oké, we hebben een vrije trap. Ja. Ik ben heel slecht, ik heb nog nooit een vrije trap gedaan in... Leuk voor je. Oké, dit ziet er heel nieuw uit. Ja. In FIFA 20. Ja. We plaatsen hem daar, ik weet niet of het goed is. Geen idee, we zien het wel. Oké, in de handen van de keeper. Oftewel, je kunt schieten. Ja, dat was een slechte vrijtrap, ik weet het. Slecht. Daar komt Kermit dan. Weer zo'n smerige overtreding, kap daar nou eens mee. Ik wil niet dat hij scoort. Dit is toch niet leuk? Jawel. Je staat voor en dan ga je om zulke overtredingen maken. Je moet gewoon een keer een rode kaart vallen, want dit kan echt niet. Nee, dit kan echt niet. Maar er gebeurt niet, punt. Ja, dat kan wel grappig doen dat je weer geel pakt, maar je moet gewoon even serieus, blijven. Maar waarom pak ik die groen dan? Dat is veel mooier. Oké, Neymar hier. Ja. Ja, goed verdedigd, leuk. Ja, klopt. Weer een vrije trap. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar... Ja, ik ben gewoon slim. Ik ga hem kort leggen en ik schiet hem gewoon in één keer erin. Nee. Bernat. Oké, probeer maar. Ja, Kermit, sorry. Het is rust, ik weet het. Dat klopt, het is rust. Ik kan hier niet tegen dat ik niet kan winnen van jou. Dat ik achter sta tegen jou. Weet je, kijk, ik ben gewoon veel beter in voetbal. Maar dat weet niemand. Nou,
zeg jij maar even, een woordje doen. Tegen de kijkers, wat vind jij op dit moment van deze wedstrijd? Wat vind jij van je eigen overtredingen die waarvan één rood had moeten zijn? Nou, om even heel simpel te beginnen. Ik vind het heel leuk om overtredingen te maken. En daarbij, het is gewoon grappig om wedstrijd onderuit te halen. Dus wanneer een groene kaart? Ja, nee, dat was gewoon een rode kaart. Dat was helemaal geen gele kaart. Maar niet uit, tweede helft. Ik ga nu terugkomen en fuck care met de kikker. We gaan hem aanpakken. Nee. Let's go. Nee. Oké, Di Maria hier. Terugleggen. Nee. Die moet... Oh, Kermit. Man. Het lukt mij niet om te scoren tegen jou. Vind je het gek? Ik ben veel beter. Ja. Jij bent beter aan het spelen. Ik moet eerlijk toegeven, jij speelt beter. Daarom. Dus daar hoef je niet nog een keer erin te wrijven, want dat weten we nu onderhand al wel. Je bent gewoon slecht. Oké, nu moeten we het gaan doen. Duurde te lang, die paas is buitenspel. Maar sowieso, hij was sowieso in doelpunt. En we moeten proberen. Ja, Nijmegen ga ik natuurlijk niet uithalen. Tijd om te wisselen. Nee, ik ga nog niet wisselen. Je moet. Maar, Ja, wat? Je moet niet over me heen praten, want dat vind ik wel vervelend trouwens. Dat moet ik wel even zeggen. Oké, nu kan ik een doelpunt maken. Hier is Mbappé. Schiet maar met links. Je hebt gewoon twee linkerbenen. Gaat er weer niet in. Het lukt mij niet vandaag, deze wedstrijd. Omdat je twee linkerbenen... Ik heb nog een corner. Ja, deze gaat erin hoor. Deze gaat erin. Wissel, het zit je niet mee, hè? Ja, inderdaad. Je hebt gelijk. Het zit me echt niet mee. Nog een keer. Kimpembe, kop jij maar. Goed uitgekomen, dat moet ik eerlijk zeggen. Herrera. Marquinhos, schiet maar. En die gaat weer naast. Yes, ik heb gewonnen. Oké, nou. Ik heb gewonnen. Kermit, gefeliciteerd Dankjewel. Met je overwinning. Gefeliciteerd dat je hebt gewonnen voor mij. Dankjewel, Wissel. Ja. Wissel, je moet je echt diep schamen tegen mij. Je hebt gelijk, mag me echt schamen, ja. Precies. In ieder geval, ik hoop dat je deze video... Kermit, laat me even praten. Ik hoop dat je deze video leuk vonden. Laat een like achter, abonneer. Doen. Abonneer ook op het kanaal in de beschrijving, het kanaal van Deli. Zeker op abonneren. Abonneer zeker mee, want anders kom ik naar juist toe. Anders kom ik naar juist toe, hè. Dan weet je wel. Ze weten het. Ze weten dat ze moeten abonneren op jou. Rustig aan, Kermit. Ja, precies. Kermit de kikker dus. Ja. Ja, dit is een beetje een aparte video. Ik speel eigenlijk gewoon tegen de computer. Ja. Niks. Wat? Sorry dat ik het heb gezegd. Jij bent echt gewoon niet goed. Je bent gewoon niet goed. Ik ben gewoon goed. Daarom moet ik tegen de computer spelen. In ieder geval... abonneer. Yeah.